Het basketbalteam van de ANVJ en de ploeg van Lokomotiva uit Joegoslavië bereikten de finale van het internationaal toernooi dat deze dagen in de Amsterdamse Apollohal werd gespeeld. Enige duizenden mensen genoten van deze snelle sport die ook in Nederland steeds meer belangstelling trekt. De spelers van de ANVJ, herkenbaar aan hun witte broekjes, waren niet ontmoedigd door de roep die de ploeg van Lokomotiva vooraf was gegaan. Zij traden de Joegoslaven onbevangen met fris spel tegemoet. Op het betrekkelijk kleine veld ging de bal snel heen en weer. Al spoedig bleek Lokomotiva sterker, hetgeen in een regen van doelpunten tot uitdrukking kwam. Maar de ANVJ maakte het de tegenstanders ook vaak bijzonder lastig, hetgeen in een regentje van doelpunten tot uitdrukking kwam. Om nu niet langer in raadselen te spreken, in de 2x20 minuten speeltijd scoorde ANVJ 37 doelpunten. Maar in diezelfde tijd wisten de Joegoslaven de bal 64 maal in het net te plaatsen. Met 10% van die doelpunten zouden we bij de voetbalwedstrijd Holland-België dik tevreden zijn.